Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe of misschien laatste aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. Ik wist niet dat jullie er al zijn. Ik was nog aan het uitrusten, maar blijkbaar mag ik niet uitrusten, want we zijn bijna klaar met deze game. En jullie willen natuurlijk weten wanneer dat Twilight Princess gaat komen naar deze Let's Play. Maar goed. We hebben in de vorige aflevering hebben twee olifanten games gedaan. En in deze aflevering gaan we weer een olifanten game doen. Namelijk The Sudden Death. Waarin dat we 10 punten geloof ik moesten halen. En we mogen geen één fout maken. Oh boy. Oké, nou laten we kijken of we 10 games kunnen halen. Hopelijk gaat deze niet super snel. Oké, discard. Oké, die hebben we. Dat is 1 punt in de pocket. Hij gaat langzaam. De Mohawk. Oh. Ging goed. Vergeet niet, we mogen dus geen één fout maken. We spelen al gelijk level 3. Oké, we hebben hem. We hebben hem. Die faalt normaal gesproken altijd bij mij. Als ik dit in één try kan doen, dan ben ik een heel blij konijntje. Hier, kijk eens. Voor jou. Dan go voor het hartje. Heb ik nodig. Oké, we zijn op de helft. I can do this. Ben ik op helft? Ja. Nee. Ik had nog 2 seconden over. Ik kan dit de hele dag blijven doen. Mijn probleem. Oh, waiter. Laag houden. Kom op. Hoort ze, jongens. Daar hou ik hem voor de zekerheid laag. Als het zo'n mid-game is. Dus, niet weer de Mohawk. Oké, wat gaan we nou doen? Oh, nee, die. Die gaat bij mij nooit goed, omdat de wind de verkeerde kant op gaat. Hij blaast je eigenlijk naar die kant, dus moet je eigenlijk die kant op gaan. Maar goed, wanneer ik de 7 haal, zie ik jullie weer terug. Nou, dat is handig voor de 7e. Jee. Goed. Mag ik dit alsjeblieft halen? Dit is saai. Oh boy. Ah, kom. Oké, we zijn 1 puntje verder gekomen. Retry! Oh mijn god, dit is saai. Dit is nou al pret die eraan kan. Hij telt! Heb je nou de 10 gehaald? Oh, Dodge. Hij telt! Oké, laten we maar in actieve modus weer gaan doen dan. Het voordeel is, je krijgt hier alle tijd voor en Link is een koeko. Dus ja, de moeilijkheidsgraad zit echt van willen de game wel meewerken. Zoals nu. Hij wil nou wel meewerken. Ik bedoel, we hebben met snelheid gehad dat hij absoluut niet mee wil werken. Maar omdat je zoveel overal de tijd voor krijgt. Is het eigenlijk makkelijker als dat het snelheid geeft? Ik bedoel, het is sudden death. Dus ja, je krijgt echt één fout en het is klaar. Maar je krijgt zoveel tijd overal voor. Ik bedoel. Dat maakt het weer een beetje makkelijk. Het is gewoon van, heb je die ene minigame die niet mee wil werken? Ja. Net zoals dit. Ik ben hier heel slecht in. En nou haal ik hem. Ik bedoel, ik heb de 10 ook gehaald. Ik weet het, we kunnen voor een highscore gaan. Zelfde place, stop eens met mouwen. Nee, ik haat de gele olifant. Het heeft mij zo vaak, zo lang geduurd. Ja, trouwens, ik kom alleen maar zo te houden. Het heeft mij zo vaak... Ik heb dit zo vaak moeten doen dat ik elke keer als 10e de moeilijkste game ooit krijg. Of ja, als 9e, want als je de 10e valt, dan heb je toch de 10 gehaald, maar... Ik bedoel, ik heb dit zo vaak moeten doen toen ik een klein onschuldig jongetje was. En bij mijn pa dit aan het spelen. Ik heb dit zo vaak moeten doen. Ik haat die olifanten. Nou, we halen misschien zelfs nog een dubbele.
Nevermind. Elke minigame! Elke minigame die we net faalden! Hier. Dank je. Mooi. Afgelopen. Kunnen we naar de volgende? Ik ben er blij om. Skrul je gele olifant en al je olifantinus. I quit. Dank je. Ik kan niet eens mijn rekken meer. Goed. Heb je de gele olifant gehaald, dan komt er de groene olifant erbij. De groene olifant is Trilling. Here at the Trilling Building, the microgames will appear without a form illustration. In the beginning, between each game, do the remote control form. The stage will keep up. Hallo, mag ik even? Scrolling. Between each game, do the remote control. Ja, dat hebben we net geweest. This stage will keep you on your toes. Something good might happen if you clear 20 games or more. Oké, dus je moet gewoon de remote control bij deze houden. Hopen tot het goed gaat. Oké, dus dit was eigenlijk dat je het zo moest doen, maar dit werkt ook. Volgens mij is dit ook luck-based. Oh. Je hebt in ieder geval wel de tijd om even na te denken, maar alle games kunnen hier dus komen. En je hebt dus geen enkel idee welke dat je moet doen. Dus stel je voor dat je helemaal niet hoeft te richten en dat je dus... dat je dus bij wijze van spreken de discard hebt dat je hem op tafel moet laten liggen. Ja, dat is dan heel jammer, maar... Op zich is het niet zo moeilijk, want alles is wel een beetje te doen met de remote control, behalve de umbrella dan. Ik bedoel, ja... Deze is decent. Alleen wat ik zo jammer vind van die olifanten games, is... Ja, er zitten geen poses in, er zitten geen bosses in. Helemaal niks eigenlijk. Ik vind dit eigenlijk een beetje lazy modus. Dit is hoe je in het hele spel zou kunnen doen. Live vanuit je bank. Gewoon eigenlijk zo gaan pointen. En hier, deze heb ik nooit gefaald. Omdat elke keer zat ik dus echt helemaal zo. Lazy mode engaged. Final episode. We hebben zo intensief meegedaan. En nou hebben we lazy modus ontdekt. Bro. Gewoon. Yay, ik faal! Dat was de... Ja. Remote control. Niks pencil. Makkelijk zat. Jongens, ik denk dat ik daar gewoon nog op de bank ga zitten ook. Plus de snelheid. Dat is wel heel erg ver in de time, Link. Nou, kijk eens. Nou, dit is toevallig de remote control. Maar wat ik dit zo grappig vind is... Het gaat zo snel en zo simpel. Oh, hoi. Bye bye. Ah, dat zijn van die minigames, daar kun je niet op voorbereiden. Dit zijn gewoon instant life losses. Dat was gewoon dom van mezelf, maar we hebben de 20 gehaald. Dus I don't care. Hier. I don't care. Ik hou niet van die elephant games. De eerste twee vind ik wel lachen, maar deze zijn gewoon een been in de neushaar. Excellent. Ik vind deze echt... Nee! Ze horen erbij! Ze horen erbij, maar... Ik wou eigenlijk een leuke klapper hebben als... Als finale. En die heb ik ook voor jullie klaar hoor. De laatste dans. Dit is veel makkelijker om te doen in de remote. Oké, hoeveel gaan we komen? Boing, mis. Boeit me niet meer. Wij willen leuke dingen doen. Dit is de laatste aflevering. Tenminste, dat denk ik. Ik hoop dat we hem unlocked hebben. Ik bedoel, we hebben de 20 gehaald. I quit 25. Hartstikke leuk. Daar hebben we de soundcheck. Waar zaten dan de microgames? Ik weet toch zeker dat ergens hier de microgames hallway zat. Dit is de muziek. Muziek en sound effects. Dit zijn de video's. Dit zijn alle cutscenes van iedere... mag ik terug? Dank je. Maar hier kun je dus alle cutscenes bekijken.
Dit is de Temple of Form. Volgens mij is dit daar waar je alle minigames hebt. Eens even kijken. We hebben niet alle minigames. Maar we hebben de disco party, geloof ik. Even omlaag. Nou, we hebben niet alle minigames unlocked. Nogmaals, dat is random. Sadly. Maar we... Ah, hier hebben we hem. De disco party. Nou, dan kunnen we dus zeg maar kiezen welk level dat we willen en welke snelheid. Ja, we willen deze doen. Krijgen we dan automatisch level 1? Ja, goed. Krijgen we dus alle dansjes te zien. Dus ik dans heel eventjes naar level 3, want deze hebben we al gezien. Dus ik doe dit even in lazy modus. Nou, met dat out of the way te hebben, eindelijk dansje nummer 3 als finale van Smooth Moves. Here we go! Dance, baby, dance, baby, dance. Is leuk! Is een beetje Simon Says dit. Ach, we mogen de monkey weer doen! Derde dansje, waarom ook niet? Leuke afsluiting! En die snoer die maakt het op elkaar voor. Ik vind hem goed. Oké, concentratie. Waar gaan we nou doen? Oh mijn god. Ze ziet toch niet wat jullie doen? Ik kan eigenlijk gewoon stil blijven staan, want dat is niet origineel genoeg. Dat mag niet. Nog een rondje, nog een rondje. Oh, zijn we klaar? Oké. Okay. Moonwalken. Oh. Wat? Ik ben een vliegtuig! Goed. Als afsluiting heb ik nog één ding voor jullie. Het Wario dansje. Wario Dance Company. Langzame tijd, snel tijd. Oh boy. Oh boy. Wat een pas! Nee, nog hoger. Maximale snelheid. 3 kansen. We gaan kijken of we hebben komen. Concentratie. Dit is leuk of niet soms? Wat doe ik fout? Oké, tweede dans. Waarom haal ik deze wel? Wat doe ik daar fout? Even een rot geluidje. Zo jongens. Beste kijkers. Zo, dat was vermoeiend. Ik rol heel eventjes hier de credits in. Zit eventjes wat dichter bij mijn microfoon. Leek me wel een leuke afsluiting om dat dansje dus te doen. En ik weet het, sommigen die wouden nog die ene extra zien. Maar de minigames die zaten in andere games dus. Ja. Minigames die komen random, dus ja, dat... Ja, je weet niet echt precies of je ze allemaal unlockt als je dus ja, de games doet. Dus met de olifant kun je best, ja nee, dan krijg je ook geen unlocks mee. Dus dan moet je echt alles blijven spelen. Maar goed, ik denk dat ik het
bij deze aflevering ga laten en tot Smooth Moves dus hierbij tot een einde gaat komen. 15 afleveringen, korte let's play. De volgende is in HD. Jij blijft nog wel even weg. Iedereen weet dat die grap terug gaat komen. Ik ben inderdaad behoorlijk buiten adem, want dat ging zo snel. En ik had er een retake op moeten doen, omdat de eerste keer werkte de Wiimote niet goed mee. En hij moet wel goed functioneren. Dus, maar ik heb het moeilijkste duimpje gehaald en dat vond ik wel leuk. Oh, je kunt trouwens tijdens de credits kun je dus, Mies proberen te vangen. Ah, oh, er staat niemand. Nee. Mijn ervaring met de game. Ik heb deze game al... Ik weet niet hoe lang. Ik heb wedstrijdjes samen met Pa gedaan. We hebben het bij de livestream gedaan met... ik wil Mario vangen. We hebben het met de livestream gedaan om te kijken of we records konden breken met Gamepit. Misschien dat we dat nog een keer doen. Wie weet. Ik bedoel, het is een gigantisch leuke game. Sommige minigames die zijn enorm lastig. Soms wil de Wiimote niet werken. Het enige minpuntje wat ik met deze game heb is... Hij had moeten zijn met Wii Motion Plus. Dan werkt hij veel beter, veel soepeler en veel meer accuraat. En nou vragen jullie natuurlijk af van, ja, komt dan ook de Wii U versie? En de Wii U versie, ik heb hem liggen, maar ik vind hem juist tegenvallen. Maar ik wil eerst meer focussen op deze game. Ik vind deze game echt geniaal. Heb je even beweging nodig, regent het buiten, noem maar op. Pak je Wiimote en doe intensief mee. Het is leuk. Kijk hoe hoog dat je kan komen. Geniet van de muziek. De microgames zijn leuk. Raar, maar leuk. Dus ja. Ik bedoel, ik heb echt veel plezier gehad met het maken van deze aflevering. Ik vond het ook leuk dat ik de facecam bij kon doen. En ik vind het ook leuk dat jullie deze let's play ook heel erg leuk vonden. Dus misschien doen we nog wel een keertje dat dansje samen op een evenement of zo. De WarioWare Dance of de Jimmy P of Jimmy T Dance. Die waren echt heel erg leuk om te doen. Dus ik moet wel zeggen dat het inderdaad lastiger was om deze op te nemen in verband met hoe ze mijn setup aanpassen. Mijn facecam moest helemaal anders staan. Twilight Princess heb ik alleen maar dadelijk het voice acting dat dus veranderd. Maar goed, deze voice acting. Ik vind dat mijn naam daar ook bij hoort. Waar is mijn Mii? Jij mag vallen. Wegwezen jullie. Voice acting. Zie ik mijn eigen Mii? Nee. Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, ik vond deze game geniaal. En hebben jullie nou ook een chapter of een game die jullie helemaal geweldig vinden? Laat jullie mening weten over deze game in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Dus nou, als het goed is, gaan maandag dan de opnames, of ga ik volgend weekend of aankomend weekend, ga ik de nieuwe Let's Play opnemen. Dus als het goed is zal de eerste aflevering maandag komen. Maar er kan ook een week vertraging in zitten, omdat ja, ik wil dat toch even ook overleggen met mijn thumbnail designer hoe dat we met thumbnails gaan doen. Dus het kan zijn dat er een weekend filler video's zouden komen. En misschien zelfs daaronder Terraria. Dus dat we een paar afleveringen van Terraria hebben. Misschien, hè. Er zitten ook weer heel veel evenementen aan te komen. Noem maar op. Dus het is even... Zo, ik ben nog steeds buiten adem, zeg. Zelfde probleem, is je conditie slecht? Nou, probeer het zelf. Dus... Dit gaat eindeloos door. Deze credits houden niet op. Hoe leuk... Kan ik dit versnellen? Kan ik dit... Nee, ik kan hem wel wegdrukken. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling, maar ik heb geen zin om nog verder... Jongens, ik ga het hierbij laten. Ik dank jullie voor het kijken. Dus ja, wat is jouw favoriete character in Smooth Moves? Wat is jouw favoriete microgame? Laat het weten in de reacties, als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk voor de... supersnelle dance moves, als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij of Terraria of bij de volgende Let's Play. En voor de mensen die een hint willen hebben, hij is in HD. En nee, er komt nou nog geen ping. Hij is in HD. Oh, dan heb ik nog de counter er neergezet. Ik zie jullie bij de volgende video, jongens. Doei! HD!